En zijn we dus ook gaan kijken naar onze financiële situatie. En toen kwamen we achter een schokkende ontdekking. Een hele schokkende ontdekking. Dat was maar 3 maanden oud. Ik heb eigenlijk het idee dat ik helemaal loop te ratelen vandaag. Ja, soms maakt het niet uit. Het is toch gewoon even een klein bijkletspodcastje. De ratelkast. Waar zou jij vaker over willen praten met elkaar? Wij? We bespreken letterlijk bijna alles. Nou, misschien meer over intieme stuff. Intiemste. Ja, omdat wij er allebei een beetje ongemakkelijk van worden. Ja, allebei een beetje. Ik zie het gelijk aan je gezicht dat je er ook ongemakkelijk van wordt. Beetje getraumatiseerd door het leven. We zijn getraumatiseerd. Ja, jij misschien, maar het bevalt wel van. Nou, een klein beetje misschien. Ja. Nou, podcast klaar. Oké, tot volgende week. Ongemakkelijk onderwerp aangesneden. Doe niet, oké. Nee, goed. Ja, we vinden het allebei wel een ongemakkelijk onderwerp volgens mij. Ja. Terwijl vanuit huis uit is bij mij best wel open. Bij mij niet. Nee? Nee, we hadden het nooit over. Ik weet nog dat ik mijn deur barricadeerde als ik iets ging doen. omdat ik het ook raar vond wat ik aan het doen was. Oh ja, maar dat is als tiener of half kind zijn. Ja, maar toch? Omdat we er ook nergens over spraken of zo. Dan, ja, ik denk dat ik me echt als een soort van halve crimineel voelde als ik bezig was. Ja, het geeft een raar gevoel als er niet over gepraat wordt. Ja. Het is toch een soort van... ik heb geluk dat ik op mezelf woonde toen ik voor het eerst interesse begon te krijgen in The Birds and the Bees. The Birds and the Bees. Dan had ik die ongemakkelijke momenten niet van mijn slaapkamer niet op slot kunnen doen. Ofzo. Ja, ik was er wel jong bij. Ik was om de 12e bezig. Dus ja, dan... Ja, dat is wel lekker vroeg. Ja, vroeg... Ik was 21. Ja, omgedraaid dus. Ja. Ja, precies. Maar ja, maar goed, ze zeggen dat autisten ook laatbloeiers zijn. Hè? Oh ja, ja, ik, te zien. Ik weet dat ik op de therapy group zat. Zo allemaal zo Engels. Ik weet dat ik op de therapie groep zat. De therapie groep, het is de vet gezellig podcast. Niet de vet cozy podcast. Dan, een begeleider vroeg aan mij van... ben jij wel eens verliefd geweest? Of heb je wel eens verkering gehad? Nou, dan schaamde ik me natuurlijk kapot. Ik was 16, nooit een vriendje gehad. Ja. Nooit gezoend, helemaal niks. Vriendje? Nooit een... Knakkertje in... Een snakkertje in je slaapkamer. Een knakkertje om mee te knuffelen. Knakkertje. Knakworsie. God, nee, maar gelijk helemaal zo giechelig. Giechelig. En dan zei ik van, nee, ik was echt bezig met overleven hoor, op de middelbare school, maar ze voelden het wel echt. Oké. Ik had al mijn aandacht, ging echt letterlijk naar niet gepest, niet geplaagd, niet opvallen... willen worden, zeg maar, niet weer gepest of geplaagd willen worden. Moet het nou weer een zielige podcast worden? Nee, dat maakt toch niet uit. Dat is gewoon een luchtig onderwerp. Nee, nou, heel luchtig. Ja, ik was bezig met niet geplaagd of gepest worden. Ja, dat is helemaal de realiteit als je... Ja, ik vond het heel zielig. Vertel eens dat ene verhaal dat je altijd alleen zat. Nou ja. Nee, ga ik echt niet doen, gek. Ik ga er niet weer over beginnen. Ik vind het altijd zo... Mijn hart breekt altijd. Hoe ik zo alleen door de gangen heen liep. Ah, ik vind het zo zielig. Sneu, ik maakte nu net een grapje, maar ik vind het altijd heel sneu als je dat vertelt. Ja, ik heb me ook wel heel sneu gevonden die 3 maanden dat ik alleen door die gangen heen liep. Dat was maar 3 maanden. Nou, laat maar dan. Laat maar 3 maanden. Nee, ja, nee, toen was ik echt helemaal alleen als in... Daarvoor gebeurde het wel eens. Wacht even, we hebben het over dat ik alleen was. Oké. Nee, ik heb op school nooit Birds and the Bees gehad. Maar uiteindelijk toen ik op mezelf ging, toen dacht ik, nou, ik wil het wel eens ervaren. Ja, toen bleek het geen reet aan te zijn, toch? Ja, toen dacht ik, nou, is dit het? Maar goed, we hebben wat updatejes en dingetjes waar we op terug willen komen van de afgelopen maanden. Dus ik denk van, nou, laten we eens weer even een kleine update doen, toch? Want in de aflevering over ons leven proberen te plannen, hadden we het erover dat we wat meer... automatiseren. We wilden ons leven wat meer automatiseren. Ja, precies. Nou, dat is een proces, jongens. Dat duurt nog steeds. Nou ja, ik denk als je van nature geen goede... tenminste, moeite hebt met plannen. Want ik denk, ja, wie is er nou een geboren planner? Ik weet het niet. Nou, er zijn mensen die geboren planners zijn. Ja, die geven vaak ook planners uit. We hebben toch ook een e-planner uitgebracht? Oh, en een budget. Ja, maar ons eten kunnen we wel plannen, hoor. Ja, dat lukt gewoon wel. Naar de winkel en... Nou ja, daar zijn we ook. Dus het automatiseren van ons leven. Hoe hebben we dat aangepakt? Want we zijn op een gegeven moment, ik weet nog, in de zomer ons kast gaan uitzoeken. Mm-hmm. Heel veel weggedaan. Nou, daar hebben we het vorige keer over gehad. Die is weer bijgevuld, ja. Ja. Toen hebben we op een gegeven moment bedacht dat we weekboodschappen wilden gaan doen. Daar hebben we een half jaar over gedaan voordat we dat gingen doen. Ja, laten we eerlijk zijn. Dat is zalig, hè? Ja, maar op een of andere manier... We liggen zoveel op de bank dat ik denk van, nou, je zou toch even een planning kunnen maken? Laten we eerlijk zijn.
Maar dat komt er gewoon niet uit. Ik vind jou wel veel op de banken liggen. Ik ben gewoon mijn rust aan het pakken op zo'n moment. Oké, vieze Rick. Nee, maar even serieus. Je zou zeggen, dat kan wel. Maar ik denk dat wij allebei een schakeling in ons hoofd moeten maken om het uiteindelijk een keer te gaan doen. Ja, ik denk dat het voor mij vooral een schakeling was met, nee, het leven gaat niet een stuk saaier worden als je je eten gaat plannen. Nee. Dat is mijn angst. Dat je leven saai is? Dat er geen spontaniteit meer in zit. Ja, en heel eerlijk jongens. Zoveel spontaniteit zit niet in ons leven. Nee, maar weet je, als er geen eten in huis was, dan was het wel eens van, oh, zullen we dan even daarheen gaan? Nee, dat is dan weg. Ja, dat is nu ook weg. Maar dat komen is nu dadelijk, op andere reden daar ook weg. Dadelijk wel terug. Maar goed, we hadden dus het idee van, we gaan plannen. Dus we hebben op een zondagavond, volgens mij zelfs, hebben we bedacht, we gaan 3 weekplanningen maken. Mm-hmm. We gaan opschrijven qua eten. Qua eten. We gaan opschrijven wat we sowieso nodig hebben per week. En dan kunnen we dan elke keer afvinken als we eruit gaan. Dus mm-hmm. als we naar de winkel gaan. Ja. Lijstje. Oké, hebben we dit. Nee, dat hebben we niet. Nou, als we het wel hebben, dan vink het af en anders halen we het erbij. Dat is eigenlijk een lijstje voor de, hoe noem je dat, voorraad. Jij wil nog ooit eens een voorraadkast hebben met veel voorraad. Ja, een stockpile, zoals stockpile. We in TLC Extreme Couponers hebben. Ja. Ja. Nou, dat dus. Dus we hebben nu zo'n lijst en die kunnen we elke 3 weken rouleren met het eten wat ik kan maken. Want waarom zou je het moeilijk doen als het makkelijk kan? Ja. Dus we hebben dat nu. En we gaan proberen nu elke dinsdag, vanochtend zijn we geweest, om de boodschappen te doen. Vandaag vond het wel nice. Vorige week zaten we al weer in de clinch. Dat was de 2e week trouwens. Ze zaten we al in de clinch, want toen had ik voor een video allemaal dingen gehaald, waardoor we eigenlijk de hele week niks hebben gehaald, omdat we dat in ons hoofd niet aankonden, denk ik. Nee, er ging even wat mis, want er kwam een video tussendoor. Ja. Dat was het. Ja, oké, maar toen hadden we op woensdag boodschappen kunnen gaan doen. Ja, oké, dat gevoel, maar dat liep een beetje door, dat idee van wat moeten we nu? Ja. Was echt stresserend, zeker. Ja. Nee, eigenlijk helemaal niet. Liep een beetje door en toen zei ik, ja, zullen we dan niet gewoon even weer een weekje doortrekken? Want dan, ja, in mijn hoofd klopt het logischer, klopt het gewoon veel beter als ik wel een planning kan aanhouden. Aan de dinsdag. Ja, weet je wat het ook met plannen dan denk ik is? Dan wil ik me echt aan die planning houden. Nou, we hebben dus ook voor, tenminste ik heb vooral voor het kantoor een planning voor mezelf gemaakt. Nou, daar hou ik me heel slecht aan. Eerlijk is eerlijk, want ik had allemaal video's opgeschreven van oké, dan wil ik het hebben, dan wil ik het hebben, dan ga ik het opnemen en zo. Maar dan komt er iets, een ander idee tussendoor en dan denk ik, nee, dan wil ik dat, nee, dan wil ik dat. Nou goed, dat ging niet goed. Toen nog even die Happy Meal doen. Waarom zat jij daar ook aan te denken terwijl ik het aan het praten was, ook erover nadacht? Ja? Ja. En misschien pikt ik het even op. Maar goed, daar hebben we het eigenlijk wel over. Telepathie, hè? Maar dus dat waar we aan doen. Dus we proberen die automatisering een beetje toe te passen in ons leven. Het gaat... Ja, we zijn er wel mee bezig. En ik vind dat je daar al gewoon voor jezelf een applausje mag geven. Ja. Ik vind het knap. Een leven lang aan chaotisch, nooit een planning. Naar toch stapsgewijs wat meer planning in het leven. Ja, dus daar zijn we mee bezig. Nou, als je onze vlogs volgt, dan heb je gezien dat we bezig zijn om ons in te schrijven voor een huis. Een huur. Huurhuis. En dat heeft te maken met verschillende redenen. We willen er weg. Dat is de grootste reden. Dat is nummer 1. Nee, we hebben eigenlijk altijd gedacht, we kunnen niet, tenminste altijd, maar we dachten altijd van in de toekomst kunnen we ooit eens wat anders gaan huren. Ja. Nu kan het nog niet, nu kan het nog niet, nu kan het nog niet. En toen dacht ik een half jaar geleden, ik ga een auto leasen. En toen dacht ik van, oh, kan dat wel eigenlijk? Nou, dat bleek te kunnen. Nu blijkt dus ook dat we op zich, dat ik genoeg verdien, dat we ook iets hoger zouden kunnen gaan huren als dat we nu doen. Mm-hmm. Nou, kat in bakkie. Kat in bakkie, kat in zakkie. Ik vind het fucking lastig, want dan moet ik dus meer geld gaan uitgeven. Waar ik eigenlijk best wel ik heb geen aversie tegen geld uitgeven, maar ik vind het altijd heel lastig. Want met mijn werk is het zo, ik weet nooit hoeveel geld er binnenkomt. En dat, ik vind... Dus jij hebt een aversie tegen hoge lasten. Nou, mijn hoofd is altijd proberen om zoveel mogelijk dingen uit te schakelen. Dus als het of gevaren uit te schakelen. Dus een gevaar is natuurlijk als je hoger gaat huren, dat je taak niet meer kan betalen, mm-hmm. dat je geen huis meer hebt. En dat blijft dan de risico's eigenlijk een beetje af mm-hmm. te vlakken. De laatste tijd worden we minder gelukkig in ons huis. We wilden dit eigenlijk ook wel, want we maakten een half jaar geleden een vision board. Mm-hmm. En daar hadden we eigenlijk wat dingetjes op gezet. Dingetjes die we wilden gaan veranderen. We wilden eigenlijk in een appartement gaan wonen. Een net appartement die redelijk nieuw was of is. En dat het gewoon allemaal lekker ruimtelijk oogt. Maar het hoeft niet te groot, 60 vierkante meter. Vonden we prima. Ja, we hadden wel een paar wensen op ons lijstje. Ja. Dus
ja, qua ruimte zijn we niet heel moeilijk, maar we willen in ieder geval om ons bed heen kunnen lopen. Ja, oh ja, inderdaad, om ons bed, ja. Dat we gewoon een ruime slaapkamer als in minimaal 10 vierkante meter. Ik wilde een keuken met kookeiland, zodat ik kookvideo's kon maken. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja. Een uitzicht vinden we heerlijk. Het idee van lekker naar buiten kunnen turen. Liefst boven de 7e verdieping. Ja, dat staat in mijn human design, heb ik ooit gehoord, van my brother. Ja, from another. Father. Ja. Yeah. Maar goed, dat was een van de dingen die op Vision Board hadden geplaatst. Ik heb ook erop geplaatst dat ik naar Frankrijk wil rijden in 2025 of 2024. Nee, maar een Vision Board is voor het jaar, toch? Of maakt dat niet uit? Ik had ook al voor 2026 dingen erop staan. Zo, wat handig. Ja, meid, ik zit gewoon... Vooruit, maar is dat niet te veel? Je kan ook voor 5 jaar maken. Ja? Ja, voor 5 jaar. Je kan meerdere Vision Boards maken. Ik heb hem echt voor het jaar gemaakt. Nou... Dat is interessant, want waarom is dat interessant? Ja, nou, daar zou ik even volledig over uitweiden natuurlijk. Ja, ik ga even iets voor mezelf doen. Want Guilaine komt nu met een verhaal. Nee, nou ja, we waren in september 2023 waren wij die vision boards aan het maken. Die van mij kwam aardig mooi samen. En ik had daarop ook neergezet wat voor soort appartement we graag zouden willen huren. En met daarvan... ik had een soort woonkamer met uitzicht. Nou, een soort woonkamer, een woonkamer van een appartement met uitzicht. En een soort eetgedeelte. En een slaapkamer erop gezet. En het was een hele, ja, noem het maar, standaard slaapkamer die nu populair is. Bed, daarachter zo'n lelijke houten panelen met die latjes die iedereen zo geweldig vindt. Ik vind het ook wel geinig hoor, maar het is overdone. Ja, maar het maakt niet uit of het overdone is. Leuk is leuk. Leuk is leuk. Nou, dat was tot de helft van de muur en dan een bed met beige kleed. Beige lamp, nachtkastjes, beige behang, alles beige. Ja, en dan ben ik niet per se van de beige, maar ik hou wel heel erg van als je gaat slapen dat het heel clean het en rustig is. En clean inderdaad. Ja. Ik denk dat dat het vooral is. Ik hou wel echt van kleur en een hoop prulletjes. Ja, maar voor de aesthetics zou je het liefst gewoon het zo rustig en kalm mogelijk willen hebben. Ja. Dus zo'n soort plaatje had je gepakt. Nou ja, mijn droominterieur is eigenlijk alles kaal. Een bed, een tv en een bank. En, ja, dat is niet mijn droomding. Maar wat ik echt heel leuk vind en waar ik gelukkig van word... is kleurtjes en prulletjes. En nou ja, overal gezellige dingetjes. Maar daar word ik niet zo gelukkig van als ik overprikkeld ben... dan wil ik gewoon alles kaal. Ik wil in mijn huis. Ik wilde net zeggen. Wil je alles kaal? Okay. Alles overal kaal. Oké. Okay. Ja. Ja. En dus ik had die slaapkamer op een vision board gezet. Nee. En nou, wat leuk. En we waren aan het reageren een paar maanden daarna op een appartement. Een paar maanden daarna? Ja, in september. Hebben we daarna ook iets gereageerd? Nee, toch? Nee, een paar maanden daarna. September is... Je bedoelt gewoon 2 weken geleden? Ja, dat is toch een paar maanden na september? Okay. Nou ja, een paar maanden. Wat had jij? Een half jaar later. Een half jaar later... was Alwin op Voenda, zoals hij dat zegt, Voenda. Aan het scrollen. Scrollé, noem ik het. Scrollé, Voenda. Voenda, Scrollé. Voenda. Ja. Wat een verschrikkelijke uitspraak. En toen zag jij een appartement voorbij komen. En toen begonnen wij... te dromen. Helemaal weg te dromen bij die slaapkamer en het uitzicht. En dat was helemaal nieuw. 58 vierkante meter, schoon aan het haakje. Schoon aan het haakje. En een slaapkamer waar je om het bed in kan lopen. Nou, en... ik was nog even wat aan het regelen op mijn laptop en toen opende ik dus mijn vision board van september voor de gein, of stond op mijn bureaublad. En toen schrok ik me dus een hoedje, want wat stond daar? Zo'n lelijke slaapkamer. Precies hetzelfde. Precies hetzelfde lelijke slaapkamer als op Funda. Nee, maar het is serieus, het is inderdaad precies dezelfde slaapkamer dan de eerste foto die we zagen van het appartement waar we voor ons hebben ingeschreven. Dus bijna identiek die foto die op de Funda-advertentie staat en die op mijn vision board dus van een half jaar geleden staat. Nou, dat vond ik dus heel geinig. Ja. Nou, ja, ik schrok me dus een hoedje, want ik geloof echt in het lot. Ja. Ik geloof echt dat als jij een bepaalde visie in je hoofd hebt... dat je tekenen krijgt van hoe je daarheen gaat. Nou ja, dat is natuurlijk wel zo geweest. Met de webshops. Ja, heel veel mensen vinden dat hocus pocus. Maar weet je, of het nou hocus pocus is ofwel onzin. Hocus pocus als ik het leven maar leuk vind, toch op deze manier. Ja, precies. Ja, als je jezelf voor de gek wil houden, moet je het lekker doen. Waarom niet? Ja, waarom niet? Als het daardoor toch daar naartoe komt, hoe het op een vision board staat. Weet je wat het is? Ik denk dat je wel... dingen in je achterhoofd houdt. Ja. Doordat je iets hebt gevisualiseerd. Mm-hmm. Of het dan ook echt op je pad komt omdat je het hebt gevisualiseerd. Weet ik. Ja, dat vind ik ook zelf lastig in te schatten. Maar ik denk wel dat je er naartoe kan werken. Nou,
het schijnt zo te werken voor iedereen die visualiseren echt dom vindt. En, En wat, ja, het is niet zo dat je zegt van ik wil 50 euro en dadelijk loop je naar buiten en vind je 50 ja, euro. Ja, voor iedereen die dat echt denkt van alsjeblieft zweef, teef, ga gewoon werken voor je geld. Mm. Maar het schijnt zo te werken dat als jij een bepaald idee in je hoofd hebt, bijvoorbeeld ik wil een bepaald product uitbrengen, dat door er steeds aan te denken en een bepaalde plaatje in je hoofd te hebben, dat je op een gegeven moment meer en meer ideeën erover krijgt. Mm. Dus dat het ook zodat het ook uiteindelijk werkelijkheid gaat worden. Ja. Dus het is niet zo van, inderdaad, ik visualiseer 50 euro naast een grote Tesla en ik loop de deur uit en dat staat er. Ja, precies. Nee, dat werkt niet. Je gaat meer naar een doel toe werken op het moment dat je het visualiseert. Ja, ik denk dat het alleen maar positief zou werken als je een paar dingen, al zijn het, weet ik veel, 5 foto's die je neerzet, waarvan je zegt, daar wil ik aan het einde van het jaar een soort van naartoe werken. Mm. Dat werkt alleen maar positief. Ja. 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 Maar door dat hele gebeuren met het huis zijn we een beetje gaan kijken van kunnen we dit betalen? Want het is duurder als wat we nu hebben. Ja. Ik weet niet waarom ik dit aan het doen ben, maar ik vind het wel fijn. En zijn we dus ook gaan kijken naar onze financiële situatie. En toen kwamen we achter een schokkende ontdekking. Een hele schokkende ontdekking, waar wij zelf nog echt geen weet van hadden. Hadden we geen weet van? Nee. De ernst van de zaak hadden we nog niet zo in beeld. Het was niet alsof het uit de lucht kwam vallen of zo, het nieuws, maar... Dat is wel schokkend. We kwamen erachter dat we heel veel geld aan eten uitgeven. Ja. No shit. Afgezien van de foodvideo's, dan heb ik het over trouwens. Ja, gewoon in ons privéleven. Wij zijn echt wel dol op buiten de deur eten. Ja, maar we kwamen er ook achter dat we heel vaak buiten de deur aten en dat het eigenlijk meer uit gemak ging dan dat we echt ergens heen gingen. Omdat we dus niet plannen. Ja, en dat hebben we wel opgelost. Ja. Maar we zagen dus het bedrag staan waar we van schrokken. Mag jij gaan raden wat het bedrag was? Ben je wel benieuwd naar? Nou, maar het is bedrag buiten de deur eten. Ja, dus de boodschap bedrag mag buiten halen. De deur eten. En volgende week zullen we... Ja, volgende week gaan we bekendmaken. Ik ben heel erg benieuwd wat mensen gemiddeld buiten de deur aan buiten de deur eten uitgeven. Ik denk niet zoveel als wij misschien. Nee, dat lijkt me ook sterk. Dus, dan zijn je echt een foodie. Als je ons budget hebt, of die mensen dan zoveel geld aan eten. Toch? Ja, middeninkomen, of die zoveel geld uitgeven aan dit. Maar we kwamen er dus achter, doordat we dat dus zo deden, dat we wel konden gaan verhuizen als we dit minder gingen doen. En ik heb het daar echt volledig voor over. Ik heb altijd in mijn leven gedacht, het maakt me niet uit waar ik woon, als het maar enigszins prettig is. Want ik wil ook geld overhouden voor de leuke dingen in het leven. Ik denk dat het daadwerkelijk wel, belangrijk is in wat voor soort huis je zit. Ja. Dan merken we nu we ouder worden echt wel... Ook, we wonen in een heel oud huis, vochtig. En dat merk ik op mijn longen heel erg. Guilaine heeft last van... waar heb jij dan echt last van? Ja, astma, ja, hè, officieel. Het is nooit vastgesteld als astma. Maar ik krijg wel puffjes. Maar ik heb extreme allergieën. Okay. Dus ik heb huisstofmijt, allerlei allergieën die in de zomer bijvoorbeeld met hooikoorts opspelen. Mm. Heel veel voedselallergieën. En huisstofmijt... Dat stof is natuurlijk in overvloed aanwezig in oude huizen. Omdat het gewoon een stuk vochtiger is. En ik merk ook gewoon vocht op mijn longen niet goed gaat. Ja. Dus met in combinatie met al die allergieën heb ik in geen 2 jaar meer door mijn neus kunnen ademen. Alhoewel ik nu neuspray van de... En daar ga je goed op, toch? Van hoe noem je zo iemand? De kano-arts. De kano-arts. Die neusspray. Ja. Waar iedereen zo'n hekel aan heeft als je die meekrijgt in plaats van een operatie. Ja, maar letterlijk, iedereen krijgt die mee volgens mij. Maar ik heb die operatie ook gehad en dan zit dus littekenweefsel in mijn neus, waardoor het ook dichter is. Ja. Dus ik raad je vooral aan, probeer echt eerst die neusspray. Ja, ik had nooit verwacht dat ik dat zou zeggen hoor. Ik ben echt anti-neusspreetjes en dat betaald soort door de farmaceutische industrie. Ja, ik hou er helemaal niet van. Maar ja, die KNO-arts zei tegen mij... je moet eigenlijk de oorzaak gaan oplossen. Maar dat zijn allergieën. Ja, weet precies. Je hoe lastig dat is? Ja, maar dan moet je freak de deur uit doen. Moet je anders gaan eten. Dan moet ik elke fucking uur gaan stofzuigen. Mag je niet meer gaan leven. Ik denk dat dat het beste is. Dan moet ik een eliminatiedieet gaan doen. Ja. Hey, je zou denken, je gezondheid is het waard. Maar dat is veel werk hoor. Ja, en we zijn allebei lui. Ik zou niet weten waar ik moet beginnen, eerlijk gezegd. Nou ja, eliminatiedieet is gewoon het begin dan, toch? Dat is zwaar, hoor. Ja, dat is dan echt. Daar ben je jarenlang aan bezig. Weet je wat je daarmee kan besparen, schat, met een eliminatiedieet? Nou, wat dan? Weet ik niet. We zijn gaan budgetteren, maar ik ben wel benieuwd wat jij denkt dat wij aan eten uitgeven. Ik heb het idee dat ik helemaal loop te ratelen vandaag. Ja, maakt het niet uit. Het is toch gewoon even een klein bijkletspodcastje. De ratelkast. De ratelkast. Misschien moeten we hem gaan veranderen in de ratelkast. Ja. Guilaine's ratelkast. Zijn er niet vaak genoeg van namen veranderd, toch?
Nee, precies. Weet je hoeveel verschillende uitingen jij hebt op je bedrijf? Schat, is niet normaal. Bedrijf. Niet normaal. Niet normaal. Wat dan allemaal? Noem eens op. Je had gek van mezelf. Je had Smoking Dog. Wetgezel. Eén van prikkelen. Er was nog iets met hoe je de podcast wilde noemen. Gek van mezelf, de podcast. Ja, dat was toch. Het opeens vet gezellig, de podcast. Nee, dat was niet opeens. Maar we hebben ook nog over iets anders nagedacht. Ja, klopt. Ja, het werd echt heel onduidelijk. En voor mij ook, hè. Alles is vet gezellig. Mm-hmm. Alles is vet gezellig. Ja, dat is veel leuker. Ja. Ja. Klein updateje over de shop. Gaat goed. Het gaat goed. We hebben opnieuw de overprikkelplein met Rainbow lancering gedaan. Nou, die was ook weer binnen 2 dagen weg. Had ik echt niet ingeschat zo. Heel eerlijk. Mm-hmm. Maar we hebben dus ook nieuwe dingen gemaakt. En volgens mij hebben we dit in de vorige podcast al gezegd. Zit ik net te denken. Maar alsnog, weet je nog een keer. En ik hoop, met een kleine slag om de arm, dat we in maart weer wat gaan uitbrengen. Ja, ik ben heel benieuwd. Het is voorjaar, toch, maart? Ja, ja. Ja. Noem je dat geen voorjaar? Ja, maart, april. In ieder geval hou onze socials en zo in de gaten. En dan ga je het voorbij zien komen. Ja, maar meld je ook aan voor onze club. Dat kan via de shop. De vet gezellig club. Dan krijg je als eerste de mailtjes. Dan sturen we mailtjes met updates en fotootjes en zo. Heb je nog iets anders wat je wil bespreken? Is er nog een ander voorvalletje geweest? Een voorvalletje? Hoe gaat het met het theatershow, de theatervoorstelling? Ik heb het liever over mijn rijles. Oké, rijles. Nee, het theater, daar moeten we nog even voor gaan zitten om dat echt tot een succes te krijgen, toch? Ja. Om er echt een spetterende dag van te maken. Hij is wel uitverkocht. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ja, echt. Ik ben zo benieuwd. Ik vind het echt het is iets wat we beide toch wel leuk vinden. Ja. Ik vind het zeker heel leuk. Oh, en 14 april staan we op de Swan Market. Dat wilde ik ook nog even melden. Dat is leuk. Dat is leuk. Kan je heen komen? Kan je iets kopen? We gaan geen meet-and-greet-achtige praktijken doen. Maar gewoon als je iets leuk vindt van wat we hebben gemaakt. Ik verkoop wel handtekening van Alwin achter zijn rug om. Dat wel, 100 euro per stuk. Gezien hier de foto's. En dat is in Delft op 14 april. Ja, dat is ook gewoon echt een hele leuke stap natuurlijk. 3 dagen voor mijn verjaardag, schat. Er gebeurde nog iets voor jouw verjaardag, toch? Genoeg gebeurt er voor mijn verjaardag, maar ik weet niet meer wat. Ja, er was iets. Dus, ja, maar jij noemt altijd, als referentie noem je altijd je verjaardag. Ja, weet je waarom? Omdat ik gewoon hoop dat ik een leuk cadeautje krijg. Of dan zeg je tegen mij van, oh ja, die kun je wel geven voor mijn verjaardag. En denk ik echt van, wanneer ben je jarig dan? Want dat duurt nog echt volgens mij heel lang. 2 maanden. Ja, ik heb nog nooit met iemand omgegaan die zo vaak naar zijn verjaardag refereert. Ja, maar is toch heerlijk, schat. En ik vier het niet eens. Maar stel, hè, we zouden het nieuwe huis hebben en we zouden er al wonen tijdens een verjaardag. Dat geloof ik trouwens niet. Maar stel dat zou gebeuren, dan geef ik een groot feest. Hou eens op, ga je een feest op 58 vierkante meter. Waarom dan? Ja, voor die 3 mensen die komen. Ja, die vriendengroep die wordt ook een beetje uitgedund van jou. Ja, ik kom omdat ik gewoon heel slecht ben in vriendschappen. Ah, oh, zo zielig. Maar Antonie had me vandaag geappt of we eens zouden afspreken. Dat is wel leuk. Ik heb er nog niet op gekregen. Ga je dan met je vader eigenlijk weg? Ja, volgende week. Oké, okay. Dit voelt net alsof we gewoon een gesprek met z'n tweeën hebben. Ja, nou, maakt het niet uit. Misschien vinden mensen het leuk. En anders hebben ze het nu al lang weggeklikt. Ja, maar sorry voor deze. Nee, je wilde het nog over aflevering. Je rijles hebben. Ja. Oh, ik heb trouwens binnenkort ook een rijles. Ja. Als je dit hebt gezien, komende zaterdag heb ik een rijles. Mijn rijlessen gaan goed, maar het is dus stervensdruk bij het CBR. Ja, dus jij gaat pas je eerste toets in juni doen, hè? Ja, dus dat is erg teleurstellend, omdat ik eigenlijk het idee had dat ik al echt klaar was voor het echte werk. Was je daar echt dat je klaar was voor het eerste werk? Nee, dat niet, maar weet je wat het is? Als je ergens naar een datum kan toewerken. Ja. En nu duurt het nog zo lang dat ik denk van, ik kan net zo goed weer een heel pakket gaan afnemen. Nou ja, ik denk dat februari 2026 je wel afgegeven bent. Nou, het zou niet eens raar zijn om eerlijk te zijn. Nou ja, het gaat dus over 2 jaar. Ja, ik denk dat het nog wel kan gebeuren ook. Weet je dus dat ik heel angstig ben dat ik op een gegeven moment zo'n staatsexamen moet gaan doen? Dat het me gewoon echt niet lukt. Omdat ze zoveel angst heb. Schat, het slaat nergens op. Je hebt nog geen enkele keer afgereden. Als zij zouden zeggen van, ja, we gaan nu speciale rijbewijzen uitbrengen die voor alleen in buiten snelweg om zijn. Dan zeg ik van, oké, set me, put me on the list, morgen rij ik af. Maar die snelweg, dat is echt. En mensen maar je bent wel snel weg. Mensen maar zeggen van ja, het is zoveel makkelijker. Het gaat uiteindelijk wel makkelijker worden, dat geloof ik ook echt wel. Maar dat is met angst, schat, dat heb ik net weer geleerd, want ik zit in therapie. Mm-hmm. Met angst is het zo, eerst zo en dan zakt het af. En hoe vaker je het doet, gaat het steeds lager en lager en lager. En op een gegeven moment is het een flatline. Oeh, dat klinkt niet goed. Ja, niet dat je zelf een flatline wordt, maar gewoon de angst is een flatline. Ja, oké. Klinkt logisch. Dus je moet het gewoon vaker aanpakken. En laten we eerlijk zijn, als je dadelijk zelf de snelweg op gaat,
gaat sowieso angstig zijn. Want je vindt het angstig. Je vindt het angstig, ik ben angstig. Ja, maar je vindt het ook angstig. In je hersenen vind je, jij als persoon het ook angstig. Daarom krijg je ook die angst. Ja. Maar het gaat dus goed met de rijlessen. Ja, ik vind het best wel goed gaan, inderdaad. Vind je het ook leuk? Nou, ja, het is prima. Wat zit je nou heel te met die hand? Ik heb even heb je het een fidget nodig. In de Adams Family zit? The Thing. Thing. Ik denk dat het tijd is voor het snackje van de week. Voor de mensen die luisteren. Oh, naar. Ik heb een ASMR-video. Dit is namelijk muesli van de Ecoplaza. Nee, het is de muesli van de Ecoplaza. Ja, maar niet van de Eco, hè? Het is van meesters van... Van de Halm. Meesters van de Halm, biologisch, sinds 1977. Crunchy granola, apple kaneel, palm kanel. Wat? Zonder palmolie. Oh, je zei palm. Je bedoelt apple kaneel. Pom. Dat hoef je niet op te noemen, hoor. Dat is gewoon een andere vertaling. Zonder palmolie. Ja, dat is wel een unicum in deze tijd, toch? Hij is duur, hoor, want hij is €5 per pak. Maar ja, goed, hoe lang doen we met een pak? 2 weken? Ja, het is een soort van crusty, toch? Ja, het is crust. Ja, ik vind het echt een snack. Echt een snack. Snack van de week. Het is echt heerlijk. We doen het nu een paar weken. Nee, een paar maanden alweer, denk ik. Ja, en we nemen het hoed even in. Rectaal. Hoezo? Wat is er dan? We doen het nu een paar weken. Ja, we zitten er al een paar weken op. Als je er lang genoeg op zit, dan neem je het waarschijnlijk op in je lichaam. In je bloedsysteem. Ja, het is echt geweldig. Ik kan het iedereen aanraden die van de crusty houdt, maar toch net even wat iets verantwoordelijk. Ja, maar heb je niet het idee dat je een soort van taartje zit te eten? Of een appeltaart? Nou, ja, het smaakt heel erg naar appeltaart, inderdaad. Ja, ik vind het echt heerlijk. Hebben we nog dingen die eraan komen? Dingen die we gaan doen? Dingen die, we staan dus op de Swan Market in Delft. Ik heb daar wel zin in. Ja. Want we hebben het dus in de zomer in Den Haag gedaan. Misschien dat we dit jaar nog wel een keertje ergens gaan doen als het in Delft bevalt. Gaat je zus nog mee eigenlijk? Nee. Oh, jammer. Niet daar, de andere keer misschien wel, okay. Maar deze keer nog niet. We hebben natuurlijk nu een autootje, dus we gaan er met de auto broem op af. Even lekker toeven. En dan hoop ik, 14 april, dat ik er misschien wel over de snelweg heen durf. Oh, echt? Ja, wie weet. Zo. Dat kan. Ja, Delft is hartstikke dichtbij. Daarom. Dus we gaan spelletjes meenemen. We hebben waarschijnlijk shirtjes, we hebben... Box. We hebben posters, we hebben boeken, we hebben van alles. Dus je kan daar lekker heen komen en zet hem in je agenda. En we gaan ook een grote fotoboot inrichten. Nee, ik ga geen foto maken, dat ga ik echt niet doen. Dus echt soms mensen zo dat zo graag willen met jou dan. Heb je dat gemerkt in het leven, dat er veel foto's met je gemaakt willen worden? Nou, nee, dat valt wel mee. Maar ik wil het wel gezegd hebben. Ja, maar het is ook zo. Anders wordt het een beetje ongemakkelijk. Ja, daarom... het is echt een marktje voor mensen die ook eigen productjes maken. Ja, ik ga er echt niet vanuit dat mensen met me op de foto willen. Compleet niet. Maar ik wil het wel gezegd hebben, omdat ik niet de suggestie wil wekken dat het zo is. Met de theatershow mag het voor mij wel. Mm-hmm. Dan mag je wel op de foto. Maar op zo'n markt vind ik dat een beetje ongemakkelijk. Maar dan wel even je gezicht bleuren, toch? Als het online komt. Dat wel. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.